maszyna ta jest wyposażona w komputery, które są, jakby to nazwać, wyposażone w system obrazkowy. Jest to bardzo łatwe do obsługiwania i generalnie po 3-4 godzinach pracy na tej maszynie można się szybko przeszkolić i jest to bardzo łatwe i czytelne i bardzo proste do obsługi. De bediening is heel overzichtelijk. Je kan hier eigenlijk alle snelheden instellen en of aflezen. Het is touchscreen, dus je tikt het aan en je verandert het. Het is heel eenvoudig. Die Bedienung ist eigentlich recht einfach und schnell zu erlernen. Genaue Abbildungen auf dem Touchscreen, Monitor, kann man eigentlich sehr gut sehen, was so in der Maschine passiert. Man sieht sämtliche Ventile auf dem Monitor und sieht, was geöffnet ist, was geschlossen ist und wie der Spritzbrühenverlauf ist in der Maschine. Das ist eigentlich recht komfortabel und übersichtlich. Wir arbeiten halt mit GPS-gesteuerter Teilbreitenschaltung. Dadurch hat man halt den Vorteil, dass man Spritzmengen einspart und ja, man kann halt sehr genau arbeiten mit dem Gerät. De bediening. Nou ja, dat is eigenlijk gewoon vrij simpel. Alles wijst voor zich, het staat goed aangegeven. Ja, kind kan de was doen eigenlijk. That's an easy display, that's all on computer. That's all turns off, turns on its own. It drives itself. It's fairly straightforward to use, really. There's nothing too hard about it at all, really. A few days, I think, most people get you a sort of knack of it, really. Yeah, it's good. Yeah, very good. Hier zie je het nieuwe bedieningssysteem en dan kun je alle onderdelen van de machine kun je erin aflezen. En als er de toeren te hoog worden of de druk te groot wordt, dan geeft het balkjes aan met een rode kleur dat je langzamer moet rijden. Dat werkt perfect. Dat is echt een groot voordeel ten opzichte van de andere machine. L'ordinateur est vraiment facile d'accès, compréhensible et en l'espace d'une demi-journée, tout était assimilé. Osbus screen, it's all very simple to use, it's all fairly self-explanatory. Touch it, whatever you want to touch and alter. It's all fairly simple, just press the tick and then it's altered and sorted. And you can carry on operations, takes all the stress out of the job. I've said it many times that I probably think it's one of the best pieces of agricultural kit that I've ever had. All the mapping systems, everything seems to do what you want it to do when you want it to do it, basically. But I haven't used one for a long while. This just comes to second nature. It works wonderful. There's no misses, no problems whatsoever. I don't miss anything. Ja, het grootste voordeel van het Ecotronic systeem is dat je krijgt de spuit in beeld. En dan stap voor stap kan je het invoeren. Je hoeft niet continu te bladeren in een scherm. Je hebt één stap voor de spoorbreedte, een stap voor de liters. Nou, dat werkt gewoon heel makkelijk. En dan heb je het overzicht of het goed staat of niet. En dat werkt ideaal. Komputer bardzo prosty w obsłudze, także każdy pierwszy lepszy może się tego nauczyć w przeciągu 20, góra pół godziny.
De bediening is hartstikke mooi. Alles zo vanuit de cabine bijregelen. En dat gaat hartstikke mooi. The instrumentation is all fairly straightforward and very easy to learn. It means that if I have to put a relief operator on, then it's quite straightforward to teach him and bring him up to speed. De bediening die is heel overzichtelijk en ja, de machine denkt in principe een beetje met je mee, want kraan afsluiten met water opzuigen en dat soort dingen, dat regelt hij allemaal zelf. En het is gewoon heel overzichtelijk, het scherm. Het wijst zijn eigen wat je moet hebben. Je ziet ook heel vlug waar je fout doet als je dat niet aangeeft waar je fout doet. The auto fill is set from the cab of the machine, so you fill up to a designated amount and it stops automatically. And the clean water tank fills at the same time if you so wish. It is very easy. Bediening ist vom Prinzip selbsterklärend, wenn man ein bisschen Interesse dafür hat. Gar nicht kompliziert, wenn man es begriffen hat beim ersten Mal. Deze machine is uitgerust met Encotronic. Het is een touchscreen spuitcomputer. Het is, met alle nieuwe dingen is het even wennen, maar je moet er gewoon een weekje mee aan de gang. En dan heb je alles goed door en is het logisch in elkaar gezet. Er zijn veel mogelijkheden met dat systeem. De kans is ook dat je door meer mogelijkheden meer fouten maakt, maar het is allemaal duidelijk weergegeven met duidelijke tekentjes. Dus dat is wel een groot voordeel.